Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrolijke Vaper. Ik ga van jullie vandaag de Cubis RBA opbouwen van Joytech. Ik heb deze RBA er nu een paar dagen in zitten en eigenlijk al iets te lang, want ik heb hiermee zeer romige vloeistoffen gerookt. En dan zie je dus na enkele tanks je wikkingmateriaal er ongeveer zo uit. Romige vloeistoffen zijn heel erg slecht voor je kools. En ja, dan moet je ze dus regelmatig vervangen. Of in dit geval opnieuw opbouwen. Nou, ik heb wat gereedschappen. Dit zat al netjes bij de RBA. Een schroevendraaiertje. Ik heb een pincet. Wikkingmateriaal, wat ook bij de RBA kwam. Dan zitten er wat voorgefabriceerde coils in. Maar die gaan we vandaag zelf maken met Twisted Tantalum. Ik heb een coil winder. En een nagelknippertje om het straks allemaal netjes af te kunnen werken. En natuurlijk mijn vloeistof. En een tangetje is ook altijd handig om bij de hand te houden. Schaar. Nou, dan gaan we eens even beginnen met de RBA uit elkaar halen. Nou, dat kleine schroevendraaitje wat erbij zit, dat past net in dat hele kleine schroefje wat op de RBA zit. Het is echt ontzettend klein. En dat maakt het een best wel priegelwerkje. Het scheelt, hij hoeft er niet helemaal uit, het hoeft alleen een paar slagen los. Nou, vervolgens halen we het dopje uit de RBA. Dan zit er hier nog een rubbertje. En de bovenkant kunnen we eraf draaien. Nou, dan kan je dus zien hoe vreselijk smerig je coils worden met romige vloeistoffen. Eigenlijk zijn deze vloeistoffen beter geschikt voor drippers. Maar ja, als je ze dus in je tank gebruikt, ga er dan vanuit dat je regelmatig de coils moet vervangen. Ik denk dat ik hier net 3 keer de tank mee heb leeggehaald. Dus ja, buiten de prijs van de liquid zelf zorgen de coils ervoor dat romige vloeistoffen een dure hobby kunnen zijn. Maar in ieder geval, daar heb je de onderdelen van de RBA. Ik kan je ook nog even laten zien dat de coils van de Cubis een bijzondere vorm hebben. Kijk. Maar we gaan eens even een nieuwe maken. Een coilwinder is toch altijd echt het handigst als je een beetje strakke coils wil maken. Gebruik hier dus Twisted Cantal.
En ik heb hem nu 6 keer gewikkeld. Op zich mag hij wel wat strakker tegen elkaar. Maar hij is redelijk. Nou ja, nu moeten we nog die specifieke vorm maken die voor de kubus geschikt is. En dat vergt enige handigheid. Wat wel scheelt, is dat het niet zo precies hoeft te zijn als dat je zou denken. Ik zie dat ik een rotatie meer heb gemaakt. Dus dit wordt waarschijnlijk een coil die iets wat hoger in de ohms zit. Degene die ik hiervoor had gemaakt, die was 0,7, 0,8 ohms. Ik denk dat deze ergens rond de 0,9 of 1 ohms uit gaat komen. Maar ja, dat blijft een beetje spannend, want het nadeel met de RBA van de Cubus is dat je hem pas kan testen als die helemaal in elkaar zit. Nou, we hebben één pootje nodig. Wat recht naar beneden staat. Het touwtje kunnen we nog even een beetje aandrukken. En we hebben eentje nodig met iets wat ruimte. Zodat je uiteindelijk ongeveer op deze vorm uit moet komen. Hopelijk focus die even. Zo. Moet je coil in de basis eruit zien. Jammer dat hij even niet wil focussen. Ja. Nou, dan komt de volgende stap. En dat is het wikken. Nou, ik heb hier even het katoen wat je bij de RBA krijgt. Hier bij de vorige heb ik ongeveer een derde de helft gebruikt. Ik ga er weer even een paar laagjes van afhalen. Dan heb je een strookje nodig van ongeveer een halve centimeter. En ongeveer de lengte die het vierkantje heeft. Nou wordt hij ook weer een beetje tricky. Want dit moet je goed omwikkelen. Eerste rol onder het pootje door. Dat je dus minimaal 2 dagen lage dik onder door hebt. Dan mag die daarna eroverheen. Nou,
vervolgens moet het buitenste pootje van je coil, dat gaat door het gaatje waar het schroefje bij hoort. En het middelste pootje kan dan door het midden naar buiten. En dan kan je hem voorzichtig inzetten. Nou, ik vind het altijd een prettig moment om de bovenkant er weer op te schroeven. Best lastig als je er zo niet helemaal recht voor zit. Oké. Nou, als dit dan eenmaal zit, ik geef toe, het is redelijk gepriegel. Dan kunnen we het schroefje van de minpool weer vastdraaien. Dat hele kleine schroevendraaiertje. Wat net te groot is voor het schroefje. Kijken of die vast zit. Nou, vervolgens het rubbertje. Even laten we voor het gemak even het ene pootje vast afknippen. Een rubbertje dan overheen. Stevig indrukken. En vervolgens zetten we het andere pootje vast met het metalen dopje. Ook weer een lekker klein onderdeeltje. Zo. Kijk. Het rubbertje zorgt ervoor dat de plus de min niet raakt. En dan mag die ook worden afgeknipt. En zo zit de Cubus RBA dan weer netjes in elkaar. Dan gaan we hem primen. Nou, de RBA is wel makkelijk te primen. Een druppeltje in de bovenkant. En hij heeft hier ook langs de zijkant twee mooie gaten waar hij de vloeistof
opzuigt, dan zitten er onderop ook nog twee hele kleine gaatjes. Altijd prettig om in ieder geval mijn best te doen er iets nog in te krijgen. Maar het belangrijkste is de zijinname gaten goed nat te maken. Een druppeltje bij. Even laten intrekken. En dan erop zetten. Ik moet zeggen dat ik vrij benieuwd ben naar de weerstand die is geworden. Ik ga meteen de tank even bijvullen. Ik ga weer lekker verder met mijn melkerige, romerige smaak. Dan weet ik tenminste zeker dat ik heel snel weer een RBA aan het bouwen ben. Nou, het moment van de waarheid. Nou, 0,78 ohms. Ik heb een RBA met exact dezelfde ohms gebouwd op het oog nu schijnbaar. En omdat we hem goed geprimed hebben, kunnen we roken. Nou, dat was het bouwen van de Cubus RBA. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.